En we beginnen in de keuken. En die Brutti daar staat, die heeft Bambi afgeslacht voor het hoofdgerecht. Die een halve zool. Hij lijkt me gek. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. Hoer, 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 hoer. De kerstman is weer in land, zeggen we dan, ja. Nou, gewoon lekker hoofdgerechtje maken van het kerstmenu, hè. Dus de film te kijken, Mami is Stamperke. Ik heb toch een hekel aan herten, dus ik denk, ja. Vast janken in die pan hier, twee Bambi filetjes, jongen. Oh, wat lekker. Hier hebben ze een ballen. Maar heel veel Bambi's. Ik heb maar twee mee in de raas genomen. Ik doe een lekker een rooi kooltje bij. We gaan beginnen, jongens. Oh, olie in de pan, jongen. En een beetje boter erbij. Ik heb hier vast dingen klaar liggen. Je moet nog een beetje, die zet ik in het water straks. Het is nou nog een klein ding. Maar ja, volgende week doen we een nagerecht. Je moet een beetje groeien. Ouderwetse groeigaardes. Dat kennen we al van vroeger. Schreef de koe nog maar lange oe. Ja, heel lang geleden, jongen. Laten we gaan smelten. Eerst die erpel maar. Dus, wacht tot de boter goed heet. Hudden? Hudden sissen? Hudden? Ik ben deze al uitgenodigd, hè, bij... Kerst nemen, een opa praat. Ja, en ik hoef niet te koken. Doe je zelf. Met drie onvarend potjes gehad. Voor de vrouw, voor hunzelf en voor men. Hé, hey, hoor, godverdomme smullen, jongen. Is ik lust van een glas gewaar, eigenlijk. En niemand is bij. Ah, staat hier de baan. Moet je dat alleen voor de saus zeggen. Dus. Toch nog, hè? Ik ken hem. Christmas robbery. Ja, is te gek. Zijn we niks vergeten? Kijk, moet er niet iets gehold worden? Heb je peper gezien? Met peper? Nee, dat heb ik ook niet, hè? Peper. Zie je deze? Ja. Een mut. Ja. Ik tel hoeveel mutsen? Hoeveel mutsen tel jij? Nee. Hoeveel baren tel jij? Volgens mij drie. Maar, kan dat is mijn grap ook twee zijn. Hobbelen. Ja, kom jou direct nog tegen, jongen. Dus gaan ze, wie ziet de kerstman? Pannen, kom eens. Hier, ga ik hier. Ah. Oh. Ja, het duurt het niet lang, want dan is hij straks ook... defect. Ze doen ze dat hier, kan. Novus is defect. Je moet het niet gebruiken, die doe ik niet. Voila. Ja. Praat daar niet over. Ik doe daar niks mee. Ik ga even deze erven gaan oprapen. En we hebben grondelijk als vies, jongen, dus we moeten langer doorbakken. Ik ga vast een beetje suiker om biefstukken gooien. Nou, die praten naar vast hierin. Laag vuur. Dus zeg maar, ik kan op vuur zetten. Die staan wel hoger. Aardappels. Om te kijken of ik kan doen. Ik ben hier gewoon flink met vet bij, jongen. Stak eerst in januari begint ze mee afvallen. Het is flink wel vet bij die herbol. Deze bakken, dat doe ik niet zomaar, hè. Dat komt gewoon, jongen, van heel mijn... Net mijn milt. Er zit een stuk, jongen, dus... Maar, zit in contact met mijn lever en daar bak ik de aardappels mee. Ik geloof het, man. Ik had 10 keer uitgelegd. Niemand geloofde. Je kunt het niet zien, maar het is gewoon wel zo. Dat is echt best bakken. Hou die gedachte van de binnenste even vast. Kun je even in het binnenste van Nopa Fraans gaan kijken. Dan wou ik ergens binnen eens een keer leeg gooien, want hij werkt ook niet. Terug naar de keuken, want daar is alles behalve vrede. Ja, het is elk jaar hetzelfde met die twee. Hier, opgehold, RBO. Hé, zieligert. Bambi. Godverdomme, doe ik zeer, jongen? Doe ik zeer. Eigenlijk overal wel. Zie, kom, weg hier bij de vuur. Weg, weg. Met een mes in zijn rug ook. Ja, ik heb hem. Nou, gaan we een beetje gras eten of zo. Bitter, jongen. Hoe weet jij dat? Ja, ik straat er wel eens op, hoor. Pakje van de midden, zie je dat? Rode kool, als je vast zit, als je zwart ziet van onderen. Gaan we laten gaan. Ja, dat klopt, dat is van mijn kerst. Dat is iedere familie weg. Ik ga de boter goed heen, jongen, dat is lekker. Een beetje, vanuit het midden weer, een beetje olie bij. En we denken, ja, waarom laat hij nou olie bij? Jongen, dan kun je de temperatuur van die boter omhoog janken, dat wil niet weten. Bambi erin. En die hoeven niet lang, hè. Deze ook vanuit het midden rond.
Daar zit hij meestal vast in het midden. Kijk als je een laag zet. Ja. Ik kan gewoon niet koken, Nick. Ik moet gewoon meer mensen vragen, maar ik kan er gewoon echt niks van. Mag me dat niet uit. Ik doe hier gewoon wel mijn geld mee. Dat is wel lager, dat is niet. Ik ga het eigenlijk omdraaien. Kijk dan toch eens. Oh. Een goed last van de hele dag janken. Oh, schiet maar niet eens. Bam, meid. Recht tussen de kop en je hersen spatten overal elkaar ermee. Deze klaar, we gaan er wat mee beginnen, jongens. Het eerste diner mag gewoon al vroegtijdig opgeschept worden. Waarom? Weer om hetzelfde gewoon. Hoe eerder het koud is, hoe eerder de hele familie in de deur uit is. Dus eerder kunnen we op de bank gaan zitten. Paprika chip erbij, een paar fles bier, goede porno erop. Ja, en rukken dat 2000 dag, jongens. Een paar van die schrale appel erbij. Dan denk ik van, vriend, dan heb ik geen saus, jongens. En dan zeg ik gewoon, wacht nou eens even. Hoor je water erbij. Juist, dat is kerst, nou die baard erin, alles kapot pikken. Afzuigkap laag, ramen dicht. Lekker een beetje jam erbij. Jam. Ja, jam, zit toch, jam. Sausje inkoken, biefstukken. Op bordje. En een tweede man, jongen, tweede man. Ik denk van, nee, ik heb het niet gehad. Nou, dan ga ik even als raas. Zit mijn haar, zit nog goed? Beetje plat zeker, hè? Ik ga alvast een beetje afscheid nemen, jongens. We moeten hier in de studio nog opruimen hier direct. Deze is allemaal decor, hè? De schuif is eigenlijk één omhand. Hop, helemaal weg. En zit er gelijk in goede tijden en slechte tijden. Dat is gewoon te mooi. Ja. Niemand gooit ze naar vier zonder lepel in jouw handen. Moet ik er vast met hebben. Nee, je Tio en deze chef. Kijk dan. Sausje erover. Gewoon een hele bramen erbij. Denk ze van, oei, die schot van hem naar het bos geweest. Proeven. Zo goed. Zo goed. Zo goed. Zo goed. Houden.